Iets anders waar je al lang voor pleit, heeft toch te maken met het belastingregime in Nederland. Je bent eigenlijk voor meer libertaire aanpak en voor meer openheid ook op financieel gebied. Daar hadden we het net ook nog even over. Leg die salaris eens bloot, laten zien wat je verdiend hebt. De afgelopen maand is, en ik weet eerlijk gezegd niet waar het precies begonnen is. Ik las bij Sander Schimmelpennink dat het begonnen was bij een of andere lobbyist. In ieder geval zag ik Arjen Lubach er ook weer, dus de media komen in hun geheel op die erfbelasting uit. Daar wordt het woord cultuur toch weinig bij genoemd, valt mij op. En er zit natuurlijk, en in zoverre is het gewoon een actueel iets om te agenderen ook. En dat is ook terecht, want ja, de bejaarden gaan langzaam sterven. De babyboom, de rijkste generatie die we ooit gehad hebben. En er komt een paar honderd miljard komt daar vrij. Meer. En die erfbelasting, hoeveel is het? Ik dacht dat het 300 miljard was. Op een gegeven moment belt een tv-redacteur me op. Die zegt, er komt nu 1100 miljard in de komende jaren. Je hebt een beetje waar je de grens ook legt. In de komende jaren vrij van de babyboomers. Wat moeten we daarmee doen? Ik denk, wat moeten we daarmee doen? Dat is jouw geld niet. Maar dat is altijd in het probleem van, dat soort socialistische idee. Okay, dat is van ons allemaal. Nu moeten we het gaan verdelen. Maar het is gewoon verdiend door die mensen. En in de meeste gevallen denk ik niet gestolen. Wat moeten we daarmee doen? Ik ben geen grote tegenstander van hogere erfbelastingen. Dat zal de rechtse achterban verbazen. Maar waarom? Omdat Koen Kaminade hier uit Leiden, hoogleraar, heeft dat ook wel goed aangetoond. Erfbelastingen zijn eigenlijk hele efficiënte belastingen. Het is gevonden geld. Het is eigenlijk doodgeld, vrij letterlijk. Wat dan ineens geactiveerd kan worden in de economie. Er kunnen niet alleen huizen, maar ook andere dingen van gekocht worden. Dus er gaat meer geld rollen. Het is eigenlijk geld wat er zit geen downside aan. Behalve een emotionele kant dat je geen erfbelasting wil betalen. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn vader overleed vorig jaar. Dan betaal je 20%. Ik vind 20% niet zo'n vreselijk tarief. Ik zou zeggen een derde voor de gemeenschap, een derde voor jezelf, een derde voor je geliefde. Dat vind ik altijd een soort logische verhouding van de dingen die wel klopt. Maar praktisch gesproken moet je natuurlijk wel zeggen, oké, het is uit de enquête waar ik meest gehate belasting die er is. Mensen zien het als een belasting op een belasting, als een dubbele belasting, onrechtvaardige belasting. En je krijgt natuurlijk ontwijkingsgedrag. Want als je al weet, er zijn van die linkse gekkies, die willen geloof ik 100% invoeren of 99%. Dan weet je gewoon wat het effect is. Dan zorgt iedereen het geld al weg is voordat je dood bent. 50% of zeg maar toptarief van de inkomsten was 49%, voelt ook wel als veel, denk ik. En dan krijg je ontwijkingsgedrag. En je moet ook zoiets onmeetbaars, wat politiek dan misschien geen factor is. Maar gewoon het idee dat ouders iets aardigs kunnen doen voor hun kinderen, moet je ook honoreren. En dus er wordt altijd vanuit Sander zo met een soort woede over die dingen. Ongebroef Sander nota bene, die in de BV van een kasteel zit wat hij erft. Maar goed, het kan ook sterk zijn dat hij zijn eigen erfenis ter discussie stelt. Het is natuurlijk niet verdiend, dat geld. Maar sommige dingen moeten dan maar zo, denk ik. Nou, staat genoteerd. Je vindt het nog niet heel hoog. Het mag iets hoger, maar niet. Maar ik kijk ook altijd naar het buitenland. Kijk, het gaat om de grote bedrag. De meeste mensen die zich over mopperen, die gaan toch niks erven. Ik geloof het gemiddelde erfenis is 20.000 euro. De meeste mensen die er tegen zijn, die schieten zichzelf in de voet. Die gaan een paar duizend euro erven. Dat zit allemaal onder belastingvrij voet. Dus er is niks aan de hand. De grotere vermogens, laten we zeggen een paar honderdduizend of een paar miljoen die je gaat erven. Die borkindjes ook, die bedrijven helemaal erven van hun ouders. Als je die natuurlijk heel hoog zet. Bedoel, Zweden heeft hem afgeschaft. Italië heeft hem afgeschaft. België heeft hem niet. Heeft vermogensbelasting en successierechten. Als er allemaal landen om je heen het niet hebben. En je praat altijd over de echte groep van echt rijke families. Dan is het niet zo handig om als enige als land. Gaan we ze 49% afpakken. Het is super stom. In Engeland heeft het alleen. In Engeland hebben ze nu, notabene de vorige regering, de erfbelasting omhoog gegooid. Met wat plafonds erin gegooid en zo. Dat heeft al tot een exodus die en andere maatregelen tegen wat dan heet een non-domicile in Londen. 10.000 miljonairs Londen uit afgelopen jaar. Dat is eigenlijk een belasting die effect heeft, zou je kunnen zeggen. Ja. Ook wel klootzak hoor. Alle Arabieren en Russen en weet ik, opperrotten. Weet je, dat prima, joh. Ik vind het een mooie beschouwing. Ik bespeur bij mezelf een nogal reactionaire gedachtegang die ik graag aan jou wilde voorleggen, Jelle. Want daar ben jij toch. Tuurlijk. Je bent daar misschien meer in thuis dan ik. Nee, ik dacht. Nou is men overal met diversiteit bezig. Nou is men met die migratie, dat houdt mij niet op. De manier waarop het publieke geld besteed wordt is vaak toch een allerlei klimaterige, migratieachtige hobbitjes. Ik bespeurde bij mezelf de nogal reactionaire impuls om te denken van, is het niet goed als dat geld gewoon blijft bij mensen die opgevoed zijn vanuit onze waarden en normen voor het overgrote merendeel en in ieder geval nog een soort arbeidsethos hebben meegekregen. Nee. Nou vond ik dat zelf een reactionaire gedachte, maar ik dacht ik ga het te raden bij
Jelle en die vertelt mij dan of ik uit de bocht geschoten ben. Voordat ik dit als mening adapteer. Ja, nou ja, in eerste plaats denk ik dat Jort wel gelijk heeft. Je moet wel bedenken van over wie heb je het nu? Gaat het gewoon over gemiddelde burgers en een erfbelasting of over hele rijken? En welke percentages heb je het? Wordt het 20, is het 20%, wordt het 30%? Dat is toch iets anders dan dat je 70% moet afdragen. Mm-hmm. Maar als we die discussie even laten liggen en dan hierop ingaan. Ja, kijk, in een maatschappij waarin heel veel richtingloosheid is. Mm-hmm. En men ook grote discussie heeft over de koers van het land. Terwijl toch het gevoel bestaat dat de elite heel duidelijk een bepaalde globaliseringsagenda volgt. Ja, dan kun je je echt absoluut wel afvragen. Of het, ben je wel blij dat het geld naar de staat gaat? Want ik denk dat het vroeger reactionair zei. Reactionair is iemand die is niet alleen nostalgisch, maar die zou ook liever terug willen naar vroeger. Dat kan helemaal niet, ik ben het ook niet. Maar je kan wel natuurlijk als argument opgeven dat... ik denk dat het misschien 20 jaar geleden meer vanzelfsprekend was. Dat je dacht, ik heb ook een hoop gekregen van de staat. Ja. Mijn studie, de infrastructuur, mijn kinderen kunnen hier studeren. Dus ik geef wat terug. En ik kan me voorstellen dat we nu in een tijd leven waarin veel mensen zich niet meer terug herkennen in de staat. En je ziet het al bij bedrijven. Dus Willem Middelkoop heeft het er ook vaak over. Dan is die hier en dan vertelt hij weer over wie die allemaal ontmoet heeft. Die hem vraagt van naar welk land moet ik emigreren. Ik vind dat gebrek aan patriotisme. Ik zou me ervoor schamen. Maar je zou ook met trots. Ik bedoel, als je rijk bent en getalenteerd, moet je ook veel belasting betalen, denk ik. En dan moet je zorgen dat je toch desondanks rijk wordt. Ik zeg niet meer dan we betalen, maar het hele idee van dat we soort naar een soort liberale wereld, libertaire wereld moeten zonder belasting, daar ben ik ook helemaal niet voor. Dus ja, ik snap wel ergens wat je bedoelt. Ja? Dat het wel de vraag is, ja, hoe wordt het geld dan besteed? Maar daar zou je ook als overheid oplossingen op kunnen bedenken. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, extra erfbelasting kan geoormerkt. Dat is helemaal niet gek. Kan geoormerkt worden. Bijvoorbeeld dat men zegt, je mag een deel zelf schenken. Je moet zelf schenken. Dat je zou mag, leuk zijn. Je mag zelf bepalen waar het heen gaat. Ja, leuk hè? Nou, dat kan natuurlijk al. Maar dan hoef je weer geen erfbelasting te betalen. Maar dan geef je meteen aan een goed doel. Dat kan je sowieso natuurlijk doen. Dat kan je natuurlijk doen. Maar weet je, interessant is dat, kijk. Ze gebruiken natuurlijk altijd om die. Je kan ook zeggen, oké, we hebben nu iets van 4 miljard in box 3. Daar zit geloof ik die successie ook zo'n beetje in. Het is maar 2,5 miljard successierecht volgens mij per jaar. Dus het is een klein bedragje. Weet je, de overheid geeft 450 miljard uit dit jaar. Dus we hebben het over. Het gaat stijgen. Maar, dat is dan. Dat gaat zeker stijgen. Maar van 2 naar 30, 40 miljard. Als een tariefsverhoging die je niet overleeft. Dat gaat niet lukken. Dat leidt gewoon tot heel veel vluchtkapitaal. Ik ben toch met dit soort dingen altijd een beetje rationeel. Ik denk van oké, als je daar wat geld weghaalt, kun je die belasting verlagen. Meestal willen ze dan alles verhogen. Maar ik denk dan, nou, je haalt dit efficiënt op. Dan kan je daar bijvoorbeeld 2, 3 miljard weghalen. Dat zou je moeten doen. En ik vind inderdaad, als je het sowieso dat je 10% van je belasting bijdrage zou moeten kunnen bestemmen ook. Dus eigenlijk op een belastingbiljet. We moeten niet alleen ieder jaar van de minister van Financiën een bedankbriefje krijgen waarin ook het bedrag staat wat je betaald hebt. Gewoon openbaar maken. Maar ook ongeveer zeggen wat in Singapore gebeurt, wat je ermee doet. Je hoeft niet hele miljoenen noten mee te sturen, maar een aantal doelen. En bijvoorbeeld een burger de macht geven om een aantal dingen aan te wijzen die waarvan hij vindt dat daar best wat meer geld naartoe mag. Ja. Dan gaat iedereen roepen zorg en onderwijs waarschijnlijk. Vooral zorg, want dan zijn ze bang voor hun ouders. Ja. Maar dat moet dan maar. Ja. Dat is wel mooi. Het is een klein referendumpje in je belastingaangifte. Ja. Gaan ambtenaren nooit toegestaan. Is dat niet heel staan? Hij is ook heel dubbel op. Dat is ook. Nee, want ik vind het. Ik vind dat je er trots op moet zijn als je veel betaalt. Dat is een van de redenen dat ik zelf bekend maak. Ik vind dat ik best wel grote bedragen heb betaald. Maar ik vind dat ik er weinig invloed op heb. En als ik nu doodga, ik heb geen nageslacht. Wil ik bijvoorbeeld wat mensen in mijn omgeving steunen met het geld dat ik dan bij elkaar heb gesprokkeld. En dan gaan die daar 60% belasting over betalen. Dat vind ik weer heel ongelooflijk merkwaardig. Dat dus als je dus trouwt met iemand of met kinderen, dat is dat 10%, 20%. Als je dan zegt, ja, maar ik hou van jou, maar van iemand anders en die geef ik jou, dat zeg ja, 60%. Dat nemen we niet serieus, die relatie. Dat is toch hopeloos? Ja, dat is inderdaad niet zo modern. Overigens, dit doet me wel denken aan iets anders. Namelijk, kijk, het is wel zo dat de overheid, zeg maar, de afgelopen, 14, 15 jaar heel erg groot beroep doet op het gezins- en familieleven. Ja. En een voorbeeld daarvan vind ik het afschalen en uiteindelijk afschaffen van de bejaardentehuizen. Dus kijk, erfbelasting heeft ook iets te maken met continuïteit van families en zorg. En er is dus eigenlijk een veel grotere zorgvraag neergelegd bij families. Dus je kunt dat extra geld ook wel als een compensatie zien. Hè? Dus aan de ene kant een samenleving waarvan je denkt, ja, richtingloos, waar gaat het geld heen? Aan de andere kant wordt een enorm veel groter beroep op ons gedaan.
dan, vorige twee generaties. Die hadden toch meer publieke voorzieningen waar de mensen de laatste 10 jaar van hun leven verzorgd werden. Dus mensen hebben echt koppijn daarvan, vaak wel 10 jaar lang. Dus ik snap ook wel dat mensen denken, ja, maar ja, hoor eens, het huis van opa en oma, dat is wel voor ons. Het wankelen van deze. Ik zeg niet dat het helemaal rationeel is, hoor, joh, deze redenering. Ja. Maar ik snap wel dat dat een van. Hoewel wij aan langdurig zorg het meeste uitgeven van alle oefeningen. Het wankelen hiervan. Ja, dat is ook weer het. Is dat je nu eigenlijk zegt dat iemand die dus die niet in aanmerking komt voor een erfenis, die zorgt waarschijnlijk net zo goed en net zo lang voor. Ja, maar het meest idiote voorstel wat je dus nu al voorziet, moet toch nog even iets over zeggen, is en dan gaan we dus allemaal arme kinderen 20.000 of 30.000 of 100.000 euro geven. Het is een heel sympathiek idee, maar dan geven ze een bedrag ineens en we weten allemaal wat daarmee gaat gebeuren. Nee, de D66 kinderen gaan van die ton een miljoen maken. Precies. En de andere kinderen rennen naar de fatbike leverancier en die jassen het er in een jaar door. Nee, maar ja, dat is ook. En dus wordt de kloof groter in plaats van kleiner. Je moet ze een opleiding geven. Ja. Je moet ze leren geld verdienen. En niet geld geven wat ze vervolgens kunnen wegsmijten.